Nou, de woningnood is groot in Overbetuwe, zoals in de brede groene metropoolregio. En we willen ook echt stappen zetten om op korte termijn tot woningbouw over te kunnen gaan. En we hebben daarbij gewoon een reguliere woningbouw. Maar we willen op de korte termijn extra woningen realiseren. En daarbij is flexwoningen een prima oplossing om dat op korte termijn te regelen. De woningen worden gebouwd met duurzame CO2 en stikstofvriendelijke materialen van hoge kwaliteit en zijn circulair. De wethouder benadrukt dat het volwaardige woningen zijn en dat snelheid hierbij zeker niet afdoet aan de kwaliteit. Het gaat vooral om woningen die gewoon ook een langere periode neergezet kunnen worden. Kijk, omdat het nou op korte termijn ook gerealiseerd wil worden. Want we willen in Overbetuwe voor het eind van het jaar de eerste flexwoningen hebben staan. Nou, dat kan alleen met een tijdelijke vergunning die dan afgegeven wordt. Dus daarna zul je de woningen ook of moeten gaan verplaatsen elders in de gemeente. Maar daarbij is het wel mooi dat je echt gewoon volwaardige woningen hebt. Die ook voldoen aan de BENG-norm, bijna energie neutraal de woningen. Ze zijn gasloos, dus ze moeten ook gewoon aan de huidige standaarden voldoen. Op welke locaties deze flexwoningen geplaatst zullen worden, is nog niet bekend. We zijn nu in de verkenningsfase om de gemeentegronden in beeld te brengen waar we deze flexwoningen kunnen laten landen. En daar probeer ik binnen enkele maanden richting raad te gaan om te zeggen van oké, dit zijn de mogelijke locaties. Om dan ook gewoon concreet over te kunnen gaan om tot plaatsing van de woningen te gaan inzetten op deze plekken. De flexwoningen zullen naar verwachting voor een periode van 10 tot 15 jaar worden geplaatst. De gemeente is van mening dat een dergelijke flexibiliteit op de woningmarkt hard nodig is.